is now on the bed. Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video van mij op mijn YouTube kanaal Cherel'ish. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. In deze video ga ik het hebben over het settelen in België. Welke stappen ik heb ondernomen om een bestaan op te bouwen in België. Ik zal zeggen, het was niet gemakkelijk geweest. Ik heb bepaalde zaken een beetje onderschat. Wat vooral belangrijk is, dat als jij in België wilt wonen, dat je een woonadres hebt. Een adres waar je post naartoe gestuurd kan worden. Dat moet je hebben, dat is stap 1. Jij gaat naar de gemeente van de plek waar je woont of gaat wonen om je in te laten schrijven. Dat geven ze door aan de wijkagent. De wijkagent komt dan binnen 2 weken langs op dat adres. De bedoeling is dat je op dat adres aanwezig bent. Je weet niet van tevoren op welke dag of tijdstip ze langskomen. Dus ze gaan er gewoon vanuit dat je die weken elke dag thuis bent. Terwijl je ook gewoon andere dingen te doen hebt. Dus het vervelende is wel dat je dat niet kan aangeven. Want als je gewoon werkt of zaken moet regelen en ze komen langs, dan is dat een gemiste kans. En na, ik denk iets van 4 tot 6 keren dat ze langskomen, moet je weer opnieuw een afspraak maken bij de gemeente. Dat was in het begin het geval bij mij. De wijkagent kwam wel langs, maar ik was nooit thuis. Dus dan sta je eigenlijk niet geregistreerd op dat adres. Dus dan moet je weer een afspraak maken bij de gemeente. En dan komt er vervolgens weer een wijkagent langs. En zo gaat het maar door en door. Met sommige wijkagenten kan je wel een beetje afstemmen van, nou ja, kom in de ochtend langs. En dan weet je zeker dat ze je aantreffen thuis. Sommige wijkagenten die, nou, dan bellen ze bijvoorbeeld aan. Het kan tussen vroeg in de ochtend, ik denk 8 uur 's ochtends, tot 6 uur in de avond kunnen ze langskomen. Als ze langskomen, dan kunnen ze je wat vragen stellen van, nou ja, sinds wanneer woon je hier, met wie woon je hier, en dan is het oké. Maar sommige werkagenten die willen ook gewoon thuiskomen om te controleren of je daadwerkelijk daar woont en slaapt. Dus wat dan ook belangrijk is, is dat je kleding of iets van foto's van jezelf in het huis hebt staan, zodat ze kunnen zien van, jij woont hier daadwerkelijk. Als de wijkagent is langs geweest, dan geeft ze dat door aan de gemeente. En dan krijg je van de gemeente een rijksregisternummer. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met een SOFI-nummer. En daarmee kan je bankzaken regelen. Andere belangrijke dingen kan je dan daarmee regelen. Dat is een heel belangrijk nummer dat ze overal vragen hier in België. Als je gaat werken, als je wilt gaan studeren, zaken wilt aanvragen, dan vragen ze altijd naar je rijksregisternummer. Ja, dan heb je toch iets wat meer zekerheid eigenlijk om, ja, dingen op te starten hier in België. Oké, nou, dan heb je dat. Maar met een rijksregisternummer heb je nog geen Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning. Je staat dan wel gewoon officieel ingeschreven, maar dat is het dan ook. Op een gegeven moment had ik dat en toen was ik op zoek naar werk. Werk in de richting waar ik gestudeerd heb. En zoals in Nederland. En ja, ik vind dat zonde, ik vind het dan zonde om dan iets te gaan doen wat totaal niet in mijn straatje past. Of waar ik niet voor geleerd heb. Uiteindelijk kan je niet altijd kritisch zijn. Dus dan kijk je ook gewoon naar andere werkplekken. Zoals supermarkt, kledingwinkels en zo. Dat was ook geen succes. Ik hoorde nooit een reactie. Dus dat ontmoedigt je ook wel een beetje. En dan denk je wel van, ja, heb ik dan wel de juiste stap gemaakt om in België te gaan wonen en werken. Maar ja, je moet nooit opgeven, want het komt altijd goed. Je moet positief blijven. En ondertussen had ik wel gewoon nog steeds mijn werk in Nederland behouden. Want anders heb je geen inkomsten natuurlijk. Dus ik was nog regelmatig in Nederland, in Amsterdam, om daar een paar dagen te werken. En dan was ik weer een paar dagen, dus de helft van de week was ik in Nederland om te werken. En de andere helft in België om, ja, ook zaken te regelen. Dus het was heel vermoeiend. Ik was wekelijks onderweg, heen en weer. Dus dat breekt op een gegeven moment ook wel op. Na ruim een half jaar zoeken en proberen gewoon gereageerd had op een vacature. En die vacature is ook mijn huidige werk geworden. Mijn eerste sollicitatie is ook de plek geworden waar ik ben aangenomen. En ook nog in de richting waar ik heb gestudeerd. Dus dat is een extra pluspunt, een extra bonus. Meteen een vast contract. Ik kon beginnen met werken en dat was ja, geweldig nieuws. Een voorwaarde is wel, als je je Belgische identiteitskaart krijgt, is dat je minimaal een contract moet hebben van 12 uur in de week, een vast contract. En dat had ik. Dus met dat contract ben ik naar de gemeente gegaan als bewijs om mijn identiteitskaart aan te vragen. En toen binnen, denk een week of 2 weken, kon ik hem eindelijk ophalen. En dat was zo een mijlpaal op dat moment in mijn leven. Ik heb daar heel veel tegenslagen eindelijk gekregen. En dat was echt geweldig nieuws. Want vanaf dat moment kon mijn leven in België officieel starten. En dat was in augustus 2016. Ja, dat vergeet ik niet meer. En ik zal even laten zien. Het is een e-kaart waarop staat dat je officieel staat ingeschreven in België. Het dient niet als een identiteitskaart, want ik heb gewoon nog steeds mijn Nederlandse nationaliteit behouden. Ik kan ook kiezen om een Belgische nationaliteit aan te vragen, maar dat wil ik niet. Met deze kaart kan je niet naar het buitenland reizen. Het dient niet als een reispas, maar gewoon als verblijf hier in België, ingezetenen hier in België. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Hier als je werkt, ik weet niet of dat geldt voor iedere beroep die je uitoefent, maar in mijn geval, want ik werk in de jeugdzorg, heb je recht op maaltijdchecks. Dat is eigenlijk een deel van je loon, een percentage van je loon wordt dan apart gehouden en omgezet in maaltijdchecks. En met die checks kan je dan voedingsmiddelen kopen, eten, boodschappen, drinken in de supermarkt. Je kan naar de restaurants gaan, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, naar slagerijen. Je hebt heel veel opties waar je gewoon eten en drinken kan halen met behulp van je maaltijdchecks. En dat is deze kaart met een code. Je hebt er ook een app van, handig om te downloaden, want dan kan je bijhouden hoeveel euro jij eigenlijk hebt op je kaart. En het wordt dan iedere maand weer opgespaard. En ik vind dat echt een handig middel. Want dan hoef je niet, zeg maar, in je eigen loon, wat je apart krijgt, nog je boodschap betalen. Tenzij je maaltijdchecks natuurlijk leeg is. Het geld wat je hierop hebt staan is dan een jaar geldig. Ja, ik vind dit wel een handig systeem. Voorheen was het in papiervorm, maar nu is het gewoon een passysteem. En dan doe je dit gewoon hoe je eigenlijk gewoon pint of met bankcontact betaalt. Dan geef je code in en dan betaal je zo je producten, je boodschappen. Dus dat is wel echt een handig systeem hier in België. Wat ook heel veel werknemers doen, en dat raad ik je ook wel aan als je hier begint te werken. Sluit je daar aan bij een vakbond. Ik zit aangesloten bij ACV, dat is een van de bekendste hier in België. En zij helpen je echt op het gebied van als je problemen hebt op het werk, geschillen, ziekte, zwangerschap, rooster, alles wat werkgerelateerd is, bij hun terecht. En dan heb je ook wel poten om op te staan. Stel je wordt voor jouw gevoel onterecht ontslagen, dan kunnen zij je ook helpen om een rechtszaak op te starten of gewoon je te ondersteunen en wat verder. Qua uitkering en zo, dat regelen zij dan ook. Dus dat is wel echt een aanrader. En ik betaal 16 euro in de maand voor de vakbond. En dan krijg je eind van het jaar krijg je dan een percentage terug. Dus dat raad ik je ook aan. Net als in Nederland doe je hier ook gewoon belastingaangifte. Je krijgt post toegestuurd met allemaal paparazzen. Daarmee kan je naar de belastingdienst gaan een maand lang tussen 8 en 1 in de ochtend. Die rijen zijn gigantisch. En dan dien je die papieren in. Binnen 2 minuten is dat dan geregeld. Wat wel belangrijk is, als je nog inkomsten hebt uit het buitenland, dan moet je dat echt opgeven. Want dat kan je in problemen brengen als je dat niet doet. Want dan ga je ineens boete moeten betalen. Dus wees daar wel eerlijk in. Belastingaangifte doe je rond mei en dan krijg je pas het jaar daarop te horen of je geld terug moet betalen of geld krijgt. Dus dat is wel jammer, je hebt daar geen inzage in. Tenzij je belastingaangifte online doet, dat kan ook. Ik heb het nooit online gedaan, dat schijnt ook heel makkelijk te zijn. En dan krijg je wel direct te zien hoeveel geld je terugkrijgt of moet betalen. Wat ook een groot verschil is met Nederland, je ziektekostenverzekering. Nou, je hebt hier heel veel verschillende soorten ziektekostenverzekeringen. Je noemt dat mutualiteit. Ik zit aangesloten bij de voorzorg. En hoe dat precies werkt, je betaalt jaarlijks of tenminste of half jaar. Je kan het ook een beetje kiezen, maar ik betaal ongeveer 70 euro per jaar. Dat is standaard. En voor ieder consult, dus voor iedere afspraak die je hebt bij de dokter, betaal je 25 euro. Gewoon meteen moet je dat ter plekke betalen. En daar krijg je dan een percentage van terug. Maar die percentage is ook weer afhankelijk van hoeveel je verdient en of je werkt of niet. Vaak is het gemiddeld dat je dan 20, 21 euro van die 25 euro terugkrijgt binnen een aantal dagen. Dat is heel snel geregeld. Dus je betaalt dus eerst 25 euro voor iedere doktersafspraak of tandarts of andere medische afspraken. Je hebt van die roze klevertjes. Dat zijn stickers. Die plak je dan op je doktersbrief in een envelop en steek je in de brievenbus van jouw mutualiteit, dus van je ziektekostenverzekering. Als ze dat ontvangen, dan krijg je dan binnen een aantal dagen krijg je dan het geld teruggestort. Maar tegenwoordig gaat het allemaal elektronisch en dan hoef je geen klevertjes meer op te sturen. Dat scheelt ook. Als je ziek bent op het werk, dan moet je dat natuurlijk aangeven aan je leidinggevende. De eerste dag moet je naar de dokter gaan. Ik vind dat een beetje overdreven, wil ik niet zeggen, want ik snap best wel dat mensen daar misbruik van maken. Maar kom op, als je ziek bent en dan ben je ziek, dan wil je eigenlijk de deur niet uit. Maar dan moet je verplicht klaar gaan maken om de deur uit te gaan en naar de dokter te gaan. Je wilt toch juist uitzieken, maar ja, dat wordt wel van je verwacht dat je dat doet. En bij de tweede dag kan je controle verwachten tussen 12 en 4 uur. En dan moet je wel echt zorgen dat je thuis bent, anders heb je wel een probleem. Een medische attest moet je binnen 48 uur bezorgen aan je leidinggevende en het bedrijf waar je werkt. Ingevuld met een attest van de dokter. En wat ook zo is, als je denk langer dan 1 dag ziek bent, komt er een soort van controle langs om te kijken of je daadwerkelijk ziek bent. Ik denk dat dit wel geldt voor ieder beroep die je uitoefent. Moet je ook verplicht een medisch onderzoek doen voordat je begint met werken. En dat is dan jaarlijks een medisch onderzoek. Dat betekent dat je dan naar het ziekenhuis moet. Dan wordt alles gecontroleerd. Of je ogen goed werken, je oren, je hartslag, je bloeddruk, je gewicht. Je wordt getest of je geen ziektes hebt of zo. En dan krijg je uitslag. En met die uitslag moet je dan naar je leidinggevende. En wordt er gekeken of je in staat bent om gewoon je functie uit te kunnen oefenen. En gezond bent en er geen gevaar dreigt voor je medemens eigenlijk. Dus dat is iets wat jaarlijks verplicht is om te doen. Je hebt geen overchipkaartsysteem. Je kunt een abonnement nemen. Een maandabonnement, een kwartaalabonnement of een jaarabonnement. Treinabonnement, dat is gewoon denk ik overal in ieder land wel hetzelfde. Het openbaar vervoer werd dus als volgt. Je kan bijvoorbeeld een lijnkaart kopen, dat is 16 euro. Je betaalt 1,60 euro per rit. Een rit is 1 uur geldig. En dan kan je dus 10 keer heen meerijden of 5 keer retour. Op de achterkant staat hoeveel goed je nog hebt. Dat is wel handig om dat op die manier bij te houden. Of je kan ook gewoon een los kaartje kopen, maar dan ben je wel duurder uit. En een los kaartje kost dan 3 euro. Dat kan je dan bij de buschauffeur kopen. Je kunt ook, als je een app downloadt van De Lijn, zo heet de maatschappij, dan kan je ook online een kaartje kopen en dan scannen ze zo je kaartje. Dus als jij in de bus of in de tram of metro stapt, dan doe je dat in een automaat. Tjing! druk op één voor één rit. Of je kan ook met meerdere personen op zo'n kaart. Wat ik wel merk is dat de controle hier eigenlijk niet of nauwelijks komt. Ik maak het maar één keer in de paar maanden mee. En dat is dan meestal in de bus. Maar ik heb nog nooit controle meegemaakt in de tram of de metro. Dus dat is wel weer heel anders dan in Nederland. In Nederland heb je dat wel echt regelmatig. En hier kan je heel makkelijk zwart reizen. Niet dat ik dat aanraad of zo, maar dat is wel een verschil wat ik tegenkom. Nou, ik denk dat ik al het belangrijke wel heb verteld. Wat je moet weten om hier te kunnen settelen in België. Bepaalde feitjes, weetjes. Het kan zijn dat ik dingen vergeten ben. Als jullie vragen hebben, laat het weten. En dan kan ik daar ook weer een filmpje over maken. Of zet het in de comments. Dan beantwoord ik ook je vraag. En ik hoop dat jullie dit een leerrijk filmpje vonden. Dat jullie wat meer weten over hoe je zaken moet aanpakken hier in België. Informeer je goed. Dat is echt een tip. Hier heb ik het gevoel dat je zelf achter dingen moet komen. Dat ze niet altijd alles vertellen en dan ontbreken er weer documenten of dan kom je voor verrassingen te staan. Dus laat je altijd goed informeren. Regel je zaken goed. Weet ook wat je rechten zijn. Dan moet het wel goed komen. Weet, België is geen Nederland. Nederland is geen België. Dus zaken lopen hier gewoon eenmaal anders. Vergelijken doe je automatisch. Maar probeer wel aan te passen. Want anders werkt het niet. Dus hierbij wil ik het afsluiten. En nogmaals, vergeet niet te abonneren, te delen en te liken. En natuurlijk tot de volgende. Bye bye!